inspectieprocedure in de atletiek. Over een jaar verloopt de huidige inspectietermijn van jouw atletiekaccommodatie. Plan nu een afspraak in met de baaninspecteur voor een voorinspectie. Zodra de datum is afgestemd, ontvang je een opdrachtbevestiging. Zodra wij de opdrachtbevestiging getekend retour hebben ontvangen, komt de baaninspecteur langs voor de voorinspectie. Hij controleert de atletiekbaan op wedstrijdgeschiktheid en veiligheid. De baaninspecteur maakt een voorinspectierapport op. Jij ontvangt het rapport per mail. Zodra je het inspectierapport binnen hebt, kan je aan de slag met de adviezen en of opmerkingen uit het inspectierapport. Zorg ervoor dat je je voorzieningen herstelt voor het einde van de inspectietermijn. Houd de verloopdatum van de inspectietermijn in de gaten. Plan voor de verloopdatum de eindinspectie in. Na de eindinspectie maakt de inspecteur een eindinspectierapport op. Je ontvangt het rapport per mail. De samenvatting en de situatieschets van het eindinspectierapport vind je ook terug op de Atletiek Unie website. Jullie kunnen de komende 3 jaren met een gerust hart gebruik maken van een veilige atletiekbaan. Een geruststellende gedachte en wel zo prettig.